Een oude bekende op de tribunes tijdens AZ Liel. Mats Zeuntjes heeft vakantie bij zijn huidige club en kwam even met zijn zoontje op bezoek in Alkmaar. Voelt wel eventjes leuk, ja. Nu vrij van mijn eigen club, dus ik had tijd om eventjes hier langs te komen bij een wedstrijd te kijken. Dus ja, dat wilde ik wel graag doen. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed met me. Natuurlijk voor iedereen een apart jaar geweest. Maar nee, met mij gaat het wel goed. Dankjewel. Ja, want voor de mensen in Nederland is het natuurlijk allemaal duidelijk hoe het qua corona in Nederland is. Hoe is het voor jou in Turkije geweest? Ja, wel moeilijker. Ik bedoel, in Nederland, ja, elke week was er wel een persconferentie of iets. Ja, als buitenlander in Turkije is dat wel moeilijker om mee te krijgen. Maar ja, de club helpt je daar wel goed mee. Ja, het was wel even lastig. Niet echt een lockdown gehad, maar wel gewoon veel mogelijk binnengebleven. Alleen de supermarkten waren open. Maar ja, voor de rest viel het op zich wel mee. Zeuntjes speelde van 2016 tot 2019 voor AZ. Daar gaat Zeuntjes. En dan kan hij nog schieten ook. En dan gaat hij erin. En speelde dus met veel van de huidige AZ1-spelers samen. Leuk om die gasten weer te zien. Een aantal goede vrienden aan overgehouden hier bij AZ. Dus dan is het altijd leuk om even terug te komen. Ja. Heb je AZ afgelopen jaar gevolgd? Ja, tuurlijk. Super trots geweest. De wedstrijden in de Kuip en in de arena zelf. En hier thuis Ajax, toen het stadion weer open was voor het eerst. Ja, dat maakt je wel trots op een of andere manier. Ja, ook al ben je er zelf niet meer. En hoe is jouw eigen voetballeven in Turkije bevallen? Ja, voetballend is het wel wat minder geweest, moet ik eerlijk in zijn. Het leven is wel prima. Alleen ja, het voetbal is gewoon... Het eerste half jaar was sowieso heel veel aanpassen voor mij. En daarnaast ook niet echt heel goed met draai weten te vinden. Dus dat is wel jammer. Gaan we je ook nog terugzien hier in Alkmaar of in Nederland? Ja, in Nederland sowieso wel toch, denk ik. En ja, wie weet, bij AZ zou wel tof zijn natuurlijk. Maar ja, voor nu is dat allemaal een beetje voorbarig om daarop in te gaan. Maar nee, terug in Nederland ga ik sowieso wel een keertje voetballen. Ja.